Ja, Jeffrey Grauwleeuw, net verloren met 2-1 van Partizan en dan uitgeschakeld voor de Europa League. Wat doet dat met jou en het team? Ja, het is wel een grote teleurstelling natuurlijk. Van tevoren weet je dat je nog een kleine kans hebt. We moesten winnen. Nu zit het nog één wedstrijd en zit het erop. Hoe vind je dat jullie het vanavond gedaan hebben? Ik denk dat we het eerste half uur al goed hebben gespeeld. We hadden de wedstrijd wel onder controle, denk ik. Creëren een paar kansen. Zij krijgen alleen wat kansen door slordigheden van onszelf. In het terugspelbal van Rijko, de Dirk uitgeleid. En nog wat andere momentjes. Maar ja, op een gegeven moment kom je 1-0 voor. En dan weet je dat zij het gevaarlijkste alleen zijn uit de omschakeling. Ja, dan komt die eerste goal door een miscommunicatie bij ons. Eigenlijk was het ongedraaid dat Celso achterin stond en Dirk voor hem. Alleen dan op dat moment dan dekken ze allebei de man niet en dan kan hij hem zo inkomen. Ja. Zonde eigenlijk, dan sta je 1-0 voor. Atletiek Bilbao uiteindelijk ook met 3-2 gewonnen. Zonde dat jullie het dan weggeven. Ja, de tussenstand van die andere wedstrijd die wisten wij niet. Maar je weet dat je zelf moet winnen. En dan is het dat niet gehoeven. En zeker niet zo. Ja. Na de tijd moet je nog die ronde langs het publiek lopen, kleedkamer in. Wat voor sfeer hangt er dan? Nou, iedereen was stil. De trainer heeft zijn zegje gedaan en wat ik zeg, het is gewoon een grote teleurstelling. Ja. Wat zegt de trainer dan? Ja, dat hoef ik nu niet hier te zeggen. Het lijkt me duidelijk dat iedereen teleurgesteld is en dat is duidelijk voor iedereen. Ja. Nu zondag, PSV. Ja, de knop moet snel weer om en nu moeten we ons gewoon focussen op de competitie en op de beker. We hebben nog een mooie wedstrijd tegen Bilbao, waar iedereen zichzelf kan laten zien en dan zit het Europees erop.